Hallo! Wat zijn deze Hoglins aan het doen eigenlijk? Ik heb geen idee. Hallo? Jongens, ik kom in vrede, oké? Ik wil even jullie wat vertellen over hoe jullie het gaan doen tegen. Hey, Jamina. Jullie moeten even wat meer normaal gaan doen, want dat... Ah! Ai, ai, ai! Ah, ah, ik ga dood nu! Ah! Take my stuff! Ah! Oh! Yo, mensen, Mark hier en we zijn weer terug met een nieuwe video van Minecraft. Ja, ik ga vandaag mijn huisje eindelijk bouwen in de Nether. Dat wordt leuk en geinig. Oh, eerst even die Hoglin wegkrijgen. Want ja, Hoglin is geen feest. Au. Kom dan. Oh. Jeetje, Mina. Mooi, twee slagen en hij is neer. En ik heb weer gelijk wat pork chops erbij. Maar ja, gaan we naar mijn huisje bouwen in de Nether. Ik hoop niet te veel hoglins tegenkomen. Ik heb mijn basis al deels beveiligd en klaargemaakt. Ja, er staat een beetje... Oh kijk, er zit daar een klein hoglintje. Is het ook een grote? Nee, nou dan dood ik hem wel eventjes eerst voordat we verder gaan. Hup, ga neer. Oh kak, er zit een grote. En ik schoon mijn pijlen een beetje te veel door, maar ja. Hup, nou oké. Okay. Nou, hier ga ik dus mijn huisje bouwen. Ik had al wat klaargezet om te gaan bouwen. Dus daar ga ik ook aan beginnen. Ik ga hem een beetje... De zijkant hier gaat groen worden. En dan wordt dit rood. Ik heb daarvoor dat hout bij elkaar gedaan. Die torches die zijn om even te beschermen tegen piglins. En met quartz. Dit spul brandt namelijk niet, vandaar. Ja, kijk, ik kan het wel met die snel hakken, maar de andere niet. In ieder geval, dit spul ga ik gebruiken. Ik zal waarschijnlijk wel tekort komen, dus... ik zal straks nog even meer moeten halen. Maar dat doen we even off-camera. Ik ben wel eens een aardig stukje vliegen daar naartoe. Nou ja, dat gaat goed komen. In ieder geval, ik heb inderdaad tekort. Want als je drie lagen moet doen hiervan, dan ben je wel even bezig. En ja, het is iets anders huis. Waarom maak ik het van dit spul? Omdat dit niet brandt in de Nether. Dit is het Netherhout. En dat brandt niet echt. Daarom gebruik ik dit spul voor in de Nether. En zoals je ziet kom ik tekort. Dus ja, laat het er niet op dichten. Maar ja, komt goed. Ik ga eerst even die Hoglins weer killen. Anders ben ik straks niet veilig om weg te gaan. Voor nu. En die Piglins zitten ook een beetje te kijken. Hoe, wie, wat, waar. Oh, die moet ik niet raken. Als ik die raak, dan heb ik ze allemaal. Nou, mooi. Oké, die zijn weg. Nice. Pak ik heel eventjes varkensvlees op. En dan hebben we het. Nou ja, ik ga even snel deze zijkant doen met het rode. Dan ga ik nog even wat extra van dat groene hout halen. Of blauwe hout, hoe iedereen het ook noemt. Nou ja, ik zal zo meteen even die toortjes verplaatsen. Zodat ik in ieder geval geen last heb van piglins daar. En dan gaan we ermee door. Ik had al verwacht dat ik niet genoeg zou hebben. Zo, van die rooi denk ik net aan wel. Dan ga ik ook nog hekwerk opbouwen. Daarom heb ik die groene nog wat extra nodig. Dat is dan wat leuker bij dat rood. En deze blokken, Crimson IV en Warped, die kan je krijgen door gewoon vier van die houtblokken bij elkaar te doen. Dus niet de planken, maar gewoon het hout. Zelfs van de rode heb ik dus te weinig. Nou ja, we gaan er zo wel mee verder. Ik ga eventjes wat extra hout nog bij halen, jongens, want ik heb er te weinig van gedaan. En de koorts liggen er ook nog aan het begin, dus die moet ik ook eventjes gaan fixen. Ja jongens, het huis begint er al aardig uit te zien. Ik ben druk bezig ermee. Ik heb wel iets te weinig resources, maar dat komt goed. Ik moest nog één verdieping hoger bouwen en dan ga ik weer een ander soort gebruiken. Dus ik hoop dat ik genoeg heb hiervan om alles mee te doen. En dan ga ik daarna met quartz verder bouwen. Die moet ik nog wel falen. En kijk, ik heb er nu net één te weinig hier. Hup, maar zo. Bam. En hebben ze mooi. Dan... gooi ik nu de laatste laag erop en dan gaan we zo meteen met quartz verder bouwen. Waarom heb ik slabs gedaan? Omdat
Ik met slaps, op slaps spannen geen monsters. Dus dan kan ik in ieder geval alles doen. Oh, kak. Nog niet genoeg. Serieus. Hey, Jamina. Nou, nu wel. Mooi. Dan is die laag klaar. Dan ga ik nu even de quartz halen. Zodat ik zo meteen ermee verder kan. Het is ook altijd weer hetzelfde. Hè? Ik heb weer net niet genoeg van die pilaren meegenomen. Dus ik moet naar quartz gaan zoeken. En ik zie er al eigenlijk wat. Dus dat komt mooi uit. Kan ik ze gelijk gaan gebruiken. Momenteel. Ik hoop niet dat ik die silk touch heb. Ik heb de silk touch bij me. Nou, dat gaat al lekker, jongens. Laten we dan maar even dit snel afmaken eerst. Dan kan ik ermee verder. Voor nu. In ieder geval, dit wordt het huisje in de Nether. Nog eventjes wat hekken eromheen. En dan zit het goed. Want ik wilde geen hoglins of piglins. Dus ik ga het goed beveiligen. Oké, mensen. Nou, het onderste gedeelte van het huis is af. Voor nu. Ik heb het rode netherhout gebruikt. Met groene glazen. En een blauwe groene netherhout. Met rode glazen. Quartz. En aan de binnenkant zitten natuurlijk smoothstone slabs. En de bovenkant quartz slabs. Ik ga er nog een verdieping op bouwen. Maar ja, ik moet even kijken en meten met het plafond. En ik hoop dat er in lava zit. Want het stikt hier wel van de hoglins. Dus extra veel fungus voor dat platen. Hey, denk je alles goed te hebben? Plaats ik het glas verkeerd. Het rode glas had bij de groene houtstukken moeten zitten. En het groene glas bij de rode houtstukken. Lekker bezig weer, Mark. Het gaat ook altijd weer lekker. Mark, ik ben trots op je. Dat mag inderdaad wel gezegd worden ook in de reacties. Inderdaad, zeg het even in de reacties. En ja hoor, precies dat laatste stukje dak wat ik er nog op moet doen, heb ik geen planken meer voor. Fijn. Dus ik moet nu nog één keer naar die blauwe bayoum om het hout te halen. En dan kan ik het huis gedeeltelijk afmaken. Dan hoeven er alleen maar meubels in en dan is hij alweer klaar. Dus mag ik een keer erop zitten als die klaar is? Ja, god. Nou. Ja, ik wil testen. Ik ben banktester. Banktester. In het echte leven ben ik banktester, zeg maar. Dat is mijn baan. Je doet je best maar. En er zijn ook wat hoglins, ook achter me. Oh, dat hekken. Vind ik ook gezellig. Ik ben ook hoglintester. Maar die durven er niet in, omdat ik al vooraf fungus heb staan. Oh, dat scheelt alweer. Ja, inderdaad. Is mooi meegenomen. Ik ga nog even naar de baai. Nou jongens, het heeft even geduurd, maar het huis is af voor nu. En ik heb even weer wat tijd ingestoken voor nu. De bovenkant open ramen, dak erop. Ja, dit is alleen wat minder. Zit hier nog wat netherrack, zodat het dak niet is te zien. Maar je bent er klaar mee, het is klaar voor nu. Dus het is nog niet klaar, het wordt nog groter. Nee, het is klaar. Er moeten alleen nog wat meubels in en dingen. Ah, maar ik zou die meubels de buitenkant is klaar. Dus ik ga nog die meubels er zo even inzetten. Daar ben ik nu mee bezig namelijk. Voor de verschillende kleuren, ik heb nu al wat groene. Dan ga ik ook eventjes een furnace halen. Een furnace? Zodat hij erin kan, ja. Een furnace, moet een soort van koken. Hey! 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 Oh, ja! Ja! Hey! Lekker! Zeker! Oh. Gaat er gelijk niet te contact zitten. Ik zei dat ik banktester was, ik kom even die banktesten. Ja! Oh. Ik krijg er wel een beetje een houten reet van, Mark. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is het een houten bank. Ja, klopt. Maar hij ziet er wel lekker uit. Ja, inderdaad. Hij mist alleen nog wat hier. Waar je voeten zitten, weet je wel. Dat is net dat plekje dat je denkt van, ja, wat moet ik hiermee? Oké. Wat dacht je van dit achtergrondsteen of zo? Dat achtergrondsteen, ja, dat kan. Maar helaas heb ik het niet meer. Oké, wat is nog meer voor een leuk voor een tafeltje? Kunnen gewoon een hekje plaatsen en dan een pressure plate. Nee, dat is geen mooi. Dit is niet mooi, nee. Nee, je moet iets hebben, een salontafeltje of zo inderdaad ervoor of zo. Salontafeltje, ja, dat kan wel. Even kijken. En dan er is nog zo'n rode slab. Wacht, ik heb denk ik. Wacht, heb je een trappetje? Ik wil nog. Gewoon twee trappetjes heb ik nodig. Dit wordt de tip van opa Chromo. Oh, kijk. Zo, ik krijg van mij een rails. Ja, god. Jeetje, Mina zeg. Ja, dat is toch handig om te hebben, weet je wel. Nou, helpt hij nog even mee? Laatste dingetjes.
Niet kijken, ik maak een fout. Ah, oh, god. deze moet heel eventjes weg. Kijk, zo ja. Ja, zo. Zo. En dan plaats ik deze. Of zou ik hem eentje nog verder doen? Dat is misschien nog leuker. Ja, één verder is leuker, Mark. Ja. Zo. En zo. Zo, zo. Oké, en dan kunnen deze slaps er allemaal gewoon weer in. Oké, dan heb ik... Hieronder moet wel nog ook die slaps. Onder het tafeltje. Oh. Yeah. Nice. Nee, ja, dan... Wow, nu heeft het hele net... Nu is het hele net weg. Nee, ik denk deze moeten dan een zak even. Dat je hier de lounge area hebt zo, ja. Dat je ze gewoon één laat zakken. Zeker. Oh. Weet je, dan heb je hier die lounging en dan heb je gewoon daar zo hoppa, hoppa, condom stel. Dat is waar. Wat je er ook nog weer kan doen is een tv van maken, Mark. Een tv, ja, maar dan moet ik even kijken hoe, wie, wat, waar. En dan zou je hier bijvoorbeeld en dan daar ook een schilderij op plakken. Ah, een schilderij, inderdaad. En dan heb je een soort tv. Ik weet niet wat mooi is. Dit is zwart, maar tv is vaak zwart. Klopt. Het is wel gaaf. Ja, en dan zou ik hem alleen die polished... Ja, die polsblokken. Wacht, die heb ik nou ook bij me, denk ik. Wacht even. Ja, twee. Precies twee. Precies twee. Let op. Zo. Zo. Ja, veel beter. En dan nog een schilderij erop. Alleen dan moet je hier... Wacht even. Even kijken hoor. Misschien is dit leuk. Zo. Ja, inderdaad. Zo. Dan zit er wel een gaatje nog in. Dus alsof die tv daar op een randje staat of zo. Ja. Ik weet niet. Misschien zijn er nog betere ideeën op internet te vinden. Of weten mensen in de comments nog een beter idee. Maar dit is toch wel een lekker lounge zo. Ja, zeker. En ik ga eens even naar boven hier. Daar kletterklappers. Ja, daar is het een beetje open gegaan. Open? Ja, met glas gewoon. Dat je naar buiten kan kijken. Ja, dat is leuk. De Nether is natuurlijk prachtig mooi. Dat is echt zo'n plek waar je zou willen leven. Klopt. Nou, nee, juist niet. Dat klopt niet. Nee. Je wilt eigenlijk niet leven. Oh, je hebt ook een tuin met een piglin erin. Ja, die gaan er vanzelf in. Die kan ik weinig aan doen. Die ongeluk zit er ook wel in. Hallo! Hallo, meneer! Hallo! Wat zijn deze hoglins aan het doen eigenlijk? Ik heb geen idee. Hallo? Jongens, ik kom in vrede, oké? Okay? Ik wil even jullie wat vertellen over hoe jullie het gaan doen tegen. Tamina. Jullie moeten even wat meer normaal gaan doen, want dat... Ha! Ai, ai, ai! Ah, ik ga dood nu. Ah, take my stuff. Ah, oh, ah. Ah. Ah, god, ik zit vol. Kun je even mijn spullen pakken, Mark? Ah. 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 Au, au, au. Mark, lukt het allemaal daar? Ja, ik zit een beetje vol hier. Ja, je hebt kisten vast wel daar staan. Nee. Oh, dat is super, dat vind ik fijn. Ja, dat is weer goed om te horen, Mark. You can do it, Mark. Maar als je even snel mijn wing hierheen vliegt, dan kan ik het zo oppakken. Je wing. Heps. Oh jee, jee, hè. Ja. Zoals jullie zagen, gebeurde er weer eventjes iets. Wat niet goed was. Dus ik moet even snel iets naar. Ja, piep. Sta hier, Mark. Ja, hallo. Heb je fireworks en wings voor me? Even kijken. Je wings? Yes, dankjewel. Kijk, dit voelt goed. Die kan ik weer aantrekken zo. En dan vind je een half firework. Yes, dank je. En nu stel je andere spullen. Dan ga ik even mijn andere spullen pakken hier. Hoppa. Ik heb wel wat van je breakstone gebruikt eventjes. Oh, wacht even. Kun je die hoglings neerknallen daar? Ja, is goed. Even kijken. Waar is mijn bijlboog? Oh, ja. Ze gaan oorlog voeren daar. Oké, dan ga ik even mijn spullen pakken hier zo. Hoppa. Die andere die kan je niet raken. Die zit achter een hekje. Au. Dit is jouw breakstone, hè? Ja. Maar ik werd aangevallen. Waar? Door? Weet ik niet. Door een honklin, denk ik, of iets. Oké. Oh, levensgevaarlijk hier, die boel. Ik ben blij dat ik weer even bij jou op visite ben. Ik ben alleen nog wel mijn pickaxe kwijt, dus ik heb nog niet alles. Pickaxe. Efficiency, silk touch. Heel laag. Ja. Hier.
Ja, maar kun je nog even die gasten inschieten? Want het is voor mij nog niet veilig en ik moet mijn spullen pakken nog meer. Ja, oké. Okay. Oh man, ik vind jouw plek maar gevaarlijk, Mark. Sorry dat ik het zeg. Ja, inderdaad, dat is het ook heel erg. Het is nou niet dat ik hier met plezier rondloop. Nee. Maar die stomme hoglins daar zo. Ah, en dat lava daar. Verschrikkelijk. Ja, dat kwam het uit de lucht. Ah, dat kan ik wel een keer fixen. Ik ging hier ergens dood, maar ik denk dat ik het meeste wel heb gered. Even kijken, wat ben ik vandaag kwijtgeraakt, hoor. Ah, ja. Ik denk dat het meevalt. Ik had geen goede armor aan ook, dus... Ja. Ik heb mijn pickaxe, ik vind het allemaal wel best. Maar het is een mooi huis, Mark. Ik ben blij dat ik al mijn levels weer kwijt ben. Oh, ik heb nog wat voor jou. Heb je nog wat voor mij? Ja. Kijk. Even kijken. Heb ik goud aan? Deze. Aha. En dit is ook voor jou, die Blackstone. Die had ik even gedaan om je spullen te beschermen. Oh, deze. Oké, ja. Zo. Ik ga gelijk even dat gat dichtstoppen. Ai, ai, ai. Het was een romantische tijd, Mark. Ja, zeker. Nou, mensen, dat was het al voor deze video. Super dank voor het kijken. Vergeet het duimpje niet omhoog te doen. Ja, we gaan voor de 200 duimpjes, jongens. Huppa, knallen. 200 duimpjes, oké, op deze video. Dus in ieder geval, dank voor het kijken. Gerald is net doodgaan. En tot de volgende video. Later!